Hi allemaal, dit is Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En vandaag heb ik een bijzonder artistieke gast bij mij in de studio. Vandaag zit ik met Kelly, Kelly van Kelly's Art. What is a -time. Hi Kelly. How is het? Goed met jou? Oh, lekkertjes. Ja. Yeah. Dat is de vibe die we willen hier bij Q-Time. Klopt helemaal. Je zit hier voor me, een echte, echte kunstenaar. Super fly, ook met je hele bril. Je hebt de hele swag. En jij hebt een artschool opgericht. Klopt. Maar voor we naar die artschool gaan, laten we even terug gaan naar wie is Kelly eigenlijk. Want ik ken je van die belly paintings, maar schijnbaar is er zoveel meer achter Kelly hemzelf. Kelly is een artiest. Mm -hmm. um, Kelly is afgelezen maar, van Kelno, op mm -hmm. uh, Kelno mm -hmm. uh, Ja, is, uh, Ik ben een artiest, als ik het zo mag zeggen. Waarom ik zeg dat ik een artiest ben, omdat ik, ik verschillende dingen Ja, vertel me, ik wil alles weten. Ik ben zo getalenteerd, ook, ook al moet ik het zelf zeggen. Nee, je moet het zelf zeggen, het is heel goed dat je het zegt. Trots, ja. trots. Ja. trots. Ja, ja. ja, ik doe belly paint, ik doe sminken, ik doe body paint. Belly pain is voor de zwangere, body pain is voor iedereen. Um, daarnaast doe ik muur daarna doe ik ook portret. Um, ze gaat niet alles opnemen. Dus Oké, okay, je houdt er nee. nog een, een beetje van jezelf. Dat dan is dat het te veel, niet. Nou, ja. ik doe bijna alles wat kunst betreft. En is het alleen, is het, uh, want je hebt beeldende kunst, je hebt wel... Beeldende kunst ja? kan ik ook doen. Mm -hmm. Ik kan ook art of neil doen. Mm -hmm. Deze nails? Ja. <laughs> Ik kan ook zeg maar, um, een tijdje wilde ik een, 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 een make-up cursus volgen, maar daarna dacht ik, nee dat wordt te veel. <laughs> en daarna zou ik ooit doen. Zo, tss, zegt u het maar. Ja. Je, je bent een man van, van alle markten, when it comes to Helemaal, art. Helemaal, overal waar ik aankom te te kunnen werken. Ja. Yeah. Ja, ik wil me niet zeg maar, dus, um, ik wil niet zeggen dat ik me bezig ga gaat doen met die misschien muurschilder heeft. Zo. Dus daar overal waar ik aankom heb ik werk. Ja. Yeah. Ik kan niet gewoon rustig zitten en daar heb ik geen werk. Ik doe ook. t shirt Ja, want dat is het ook. Je maakt je eigen shirt. Je beschildert je eigen shirt. Ja, yeah, je ziet het zelf. Kelly's art. Weet yeah, je? Yeah. Ik doe van alles. Oké, okay, toevallig heb ik mijn schoenen niet uh, die meegenomen. Die doe je ook? Ja. Die doe ik ook. Ook voor kleintjes. Voor uh, baby's schoenen doe ik. Um, ik kan uw hak ook, zeg maar, verfraaien. Heb ik... je die vervrijing nodig? Maar? Nee, dat heb ik niet oh, Oké. Okay. Nee, dat is goed. Nee, <laughs> je maar <moet dat> naar brengen. <laughs> Um, als ik je, zeg maar, een jeansbroek heb, kan ik het ook doen, t-shirt, ik kan van alles. Alles, alles, alles. letterlijk alles. Oké, okay, jullie hebben het gehoord. Kelly kan van alles. En los dat hij van alles kan, of tenminste toen hij wist en zeker dat hij van alles kan, ik tegen ik ga school opzetten. Ja, ik, ja, ga, ja. ik ga nu mensen leren. Ja, want ik heb uh, het te druk. Uh. Soms krijg ik een uh, um, 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 om wil me misschien daar boeken of sminken, en dan moet ik daar misschien een belly paint doen. Mm. Misschien moet ik een middenschool doen, en iemand wil me boeken. Dus toen dacht ik... Laat me het anders doen. Ik ga gewoon mijn eigen school oprichten en jongeren vooral die um, talent hebben gewoon een push geven, zodat ze het werk ook kunnen doen, zodat ik misschien als ik het druk heb, kan ik ze zeggen: je kunt bij zo iemand gaan. En weet ik weet de... wat voor kwaliteit daar ja, geleverd wordt. Dat is net wat ik zou zeggen. Maar um, kijk, het idee is ontstaan en je hebt het in werkelijkheid gebracht. Maar hoe is het proces van, Is het het idee en het was van: oké, okay, nu ga ik die school opzetten. Maar hoe is het proces voor je verlopen om? jouw school op te kunnen zetten? Boy, sinds kleins af dacht ik, ik wil mijn eigen school. Mm -hmm. En ik zet ook in een interview, maar ik ben aan het aan Maar uh, Sinds kleins af zei ik, ik wil mijn eigen school. Want ik zie mensen zeg maar, dingen doen, maar daarna zijn ze gestopt. Mm -hmm. dus of daarna gaan ze zeg maar, weg of zo, en daarna laten ze niks achter. Mm -hmm. Dus ik dacht, laat me proberen om het een beetje anders te doen. Kom maar wanneer je weg bent met weg bedoel ik, zeg maar wanneer je daar boven bent. Oh, die weg. Ja. Ik dacht buitenaan, Maar oké, okay, die weg. <laughs> Tot dus het enige wat men kan en... zeggen is, hij hey, was goed. Dat is dus ik dacht van ik wil het anders doen, zodat men zegt van hij He heeft genoeg talent achtergelaten. snapt u He heeft om uh, um, um, een paar mensen opgeleid, zodat men kan zeggen, uh, ik kom van Kelly's Arts snapt snap u, en ik wil genoeg, niet maar één niet maar natuurlijk Genoeg, genoeg, genoeg. Mooi. Want dat vroeg ik je net in ons voorgesprek. Is het een dagopleiding of is het alleen in de ochtend? Want hoe gaat het precies eruit zien? Want de school is open. Hoe, hoe ziet het precies eruit? Is het voor de vakantie? How does it work? Nee, nee, nee. nee. Het is, uh, ik heb ochtendgroep, ik heb middaggroep en ik heb avondgroep. Ochtendgroep is voor de volwassenen, kunt u zeggen. De middaggroep zijn voor de kinderen die in de ochtend op school zitten. En in de avondgroep ook voor de volwassenen. En dan ga je zo maken tot. Uh, naar jouw niveau, wanneer ze gaat leren. Maar stel, iemand kijkt thuis, een kindje kijkt thuis. Oh my god, mama, ik wil ook gaan. Maar ik kan niet schilderen. Ik kan wel alleen een beetje tekenen. Of zo. Kan, ik dan, kan het kindje dan nog steeds komen? Ja, Kelly's school gaat ervoor zorgen. Mm -hmm. Ook al weet je niet te tekenen. Ik ga ervoor zorgen dat je gaat weten te tekenen. En dat je gaat weten te schilderen. Prachtig. De school is al open? Nee, nog niet. Nog We niet. zijn bezig met de inschrijvingen. En mm -hmm. in de school, um, 2 oktober... 2023. Start de school. Start de school. Uh, als iemand nu kijkt en zich wil inschrijven, hoe gaat dat precies te werk? Moeten ze een berichtje sturen? Waar kunnen ze je bereiken? Ja, ze kunnen een bericht sturen naar Kelly's Art School, dat is op Facebook. En uh, mag ik mijn nummer ook doorgeven? Uh, wil je een nummer doorgeven? Jazeker. <laughs> en ze mogen me ook bellen en whatsappen mm -hmm. op uh, 597-74-81017. Mm -hmm. mm -hmm. Let's go, je bent er klaar voor. Nu ga je school opzetten en je hebt zoveel kunst en zoveel, je, bent, je kan alles basically. Maar als je nu zou moeten kijken over al die jaren, want als ik goed naar je heb geluisterd, ben je al jaren bezig met kunst maken. Ik ben al 17 jaar bezig met kunst. Ja. Maar officieel zeg ik 15. Oké, okay, we houden het op 17. Want ja. uh, je bent begonnen en vanaf dan gaan we tellen. Wat is het mooiste dat je ooit hebt gemaakt? Mooiste. Ja, ja. Alles vind ik mooi. Hè? Ik vind alles mooi, maar nu kan ik zeggen, zeg maar, ik ben niet trots. Want um, daarvoor had ik eerst mijn belly paint en body paint studio. Waar mensen, zeg maar, kwamen voor belly paint en body paint en misschien ons schilder ophalen en nu heb ik mijn school. Maar van kunstwerk, de beste of de mooiste of alles vind ik mooi. Want ik ben iemand, ik dacht mezelf altijd uit van wat ik gisteren heb gedaan, moet ik vandaag beter doen. Snapt u wat ik gisteren er heb gedaan? En dan moet ik aan die vraag beter zijn, wat is het beste wat je tot nu toe hebt gemaakt? Want uh, wat je gisteren hebt gedaan moet vandaag beter kunnen, dus dat nu, ergens is er een beste. Nou, er is nog je beste. Het was steeds beter. Oké. Okay. Ja, dus het was steeds beter, want ik kan niet zeggen van, die is de beste, misschien is het... Eigenlijk is hij niet de beste, snapt u? Voor mij is alles goed. Alles, alles is de beste, maar het wordt zeker beter. Oké, okay, nee, dan ga ik je gewoon moeten blijven volgen om te zien hoe het. Uh, goede strategie. You got me, you got me, you got me. <laughs> zeker, zeker, zeker. Oké, okay. we hebben de school, want we gaan terug naar de school. De, school is, uh, de inschrijvingen zijn gestart. De, de school gaat 2 oktober open. Is er een leeftijdsgrens of zo? Voor nu ben ik vanaf 6 jaar tot 100 jaar. Tot 100 jaar. Ja, en ik zeg 100 jaar, omdat de bejaarden ook talenten hoor. Ze hebben ook talent. Ja. En heel binnenkort ben ik ook um, te zien op het thuis. Daar ga ik daar zo ook um, tekenen voor zorgen. Um, um, ik ga ook met ze schilderen, maar niet omdat ze al op leeftijd zijn dat we zeggen dat ze geen talent hebben. Hey. Dus we kunnen alsnog iets moois tekenen of iets moois schilderen voor hun kleinkinderen, zodat ze iets moois achter kunnen laten. Dat is een heel mooie gedachtegang. De laatste vraag waar we gaan afsluiten. Hoeveel kost het? Want uh, iedereen wil het altijd ook even weten voor we iets nieuws gaan proberen. Oké, okay, um, vanaf 6 tot 12 heb ik 500 per maand. Wat het gaat per maand. En vanaf 13 tot, 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 tot 100, 750 cd per maand. Nou, dat is echt wat te doen, hè? Ja, ja, zeker. <laughs> Waarom niet? Het is kunst, weet je. Toch, en wanneer je komt, ga je met iets zien van je gaat veranderingen zien. Mm. Je gaat zien van hé, ik wist dit niet te doen, maar nu weet ik het wel doen. En daarvoor Kelly Kelly's School. Als... Hey, nou, niet wachten, <laughs> gewoon direct inschrijven. Helemaal niet wachten, <laughs> helemaal niet wachten. Kelly, ik wil je bedanken voor het komen. Ik ben blij dat je hier bent gekomen om te vertellen wat je allemaal kan, wat je allemaal zeker, hebt gedaan en wat zeker. je allemaal nog gaat doen. En het initiatief van de school die je hebt opgezet. Ja, dank je. En dan zeg ik eigenlijk, als ik nu moet vertellen wat ik... al yes. No nope so, time, no nope time. time <laughs> Oké, okay, maar dank je, dank je, dank je. Graag gedaan. Zeker. En jullie thuis, bedankt voor het kijken. Vandaag hadden we Kelly van Kelly's Art bij ons in de studio. Hij heeft zijn eigen art school opgericht. En als jij vandaag kijkt en denkt van, oh my god, ik wil leren tekenen, ik wil leren schilderen of ik wil gewoon leren kunst maken, geef je dan nu op. Ga naar zijn Facebook pagina of stuur hem gewoon een WhatsApp berichtje. Zijn nummer komt nu in beeld. En ga op een artistieke journey samen met Kelly. I remember your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV to entertain, to inform, to inspire.